Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over Nederland en die zijn in het oosten van het land wat dikker dan elders. En daar valt misschien ook een klein spatje motregen. De meeste kans daarop in het zuidoosten van het land, in de rest van het land in de loop van de ochtend hier en daar al wat zon, vooral in het westen en noorden. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 8 tot 10 graden. In het zuidoosten nog een kleine kans op wat gespetter, maar verder is het droog en vooral in de kustprovincies zien we de zon geregeld schijnen. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten, eh, vooral later op de dag, want dan gaat de wind draaien. In de avond koelt het langzaamaan af en kan hier en daar al wat nevel of misschien zelfs al mist ontstaan. Dan neemt morgen in de loop van de dag de bewolking toe en overdag gaat het ook af en toe wat regenen. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar toch er valt wat. Het is 8 tot 10 graden, wel vrij zacht bij een matige zuidwestenwind. Dinsdag kan er ook nog wat lichte regen vallen, maar in de loop van de dag zien we de zon wat vaker, vooral in het westen en noorden. Woensdag en donderdag vaker de zon, meestal droog weer. En geleidelijk lopen de temperaturen ook wat verder op. Donderdag is in het zuiden sowieso 13 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl